2 van de filmpjes over boekwidgets. In dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je achteraf aan je bestaande widget nog iets kan aanpassen. Dus stel, er is een foutje ingeslopen of je wil graag nog iets aanvullen, dan kan dat eigenlijk heel eenvoudig. We beginnen hetzelfde al om onze widget aan te maken. We gaan opnieuw naar het vak waarvoor we deze widget hebben aangemaakt. Vervolgens klik je in de linkerkolom opnieuw op oefeningen. We gaan naar beheer, hier zien we onze testquiz staan. En dan kan ik daar op het potloodje gaan drukken om daar wijzigingen aan te brengen. Eventjes naar beneden scrollen en opnieuw voor het potloodje kiezen. Voilà, en we komen in onze testquiz terecht. Dan kan ik daar iets aan gaan aanpassen. Stel bijvoorbeeld, bij de eerste vraag wil ik graag nog een derde optie toevoegen. Is dit een leuke quiz misschien? Voilà, ik heb aanpassingen aangebracht. Misschien altijd eventjes controleren of het gelukt is. Dat is iets wat ik zelf altijd doe. Eventjes op bekijk klikken. En ik zie hier inderdaad mijn derde optie tussen staan. Dus mijn aanpassingen zijn geslaagd. En dan mag je zeker niet vergeten om opnieuw op het delen te gaan klikken, want anders is jouw quiz niet aangepast voor de leerlingen. Dat duurt weer eventjes. Voilà. En we klikken uiteraard opnieuw op opslaan. En onze quiz is aangepast. Ik kan weer op de titel gaan klikken om die te spelen. En ik zie hier nu mijn derde optie tussen staan, dus mijn aanpassingen zijn geslaagd. Zo kan je dus een widget gaan aanpassen. Voor meer informatie over boekwidgets verwijs ik jullie opnieuw door naar het volgende filmpje.